En we zijn alweer terug voor een volgende tip. Dit keer een tip over het beschermen van je lenzen. Dus het is zo, als je een lens, eigenlijk de kwetsbare oppervlakken van een lens, zijn eigenlijk de buitenste lenselementen. Dus hier achteraan het lenselement wat in je fototoestel zit en daardoor beschermd is als je lens gemonteerd is. Als je je lens afneemt, altijd de dop achteraan erop aansluiten, zeker doen. Want hier komen heel eenvoudig krassen op. En uw voorste lenselement is ook zeer kwetsbaar als er objecten tegenkomen die krassen maken. En die krassen kunnen een blijvend effect hebben op uw beeld. Sommige krassen zie je niet op uw foto, andere krassen zie je op elke foto. Dus om een lens te beschermen, altijd een dop. Achteraan als die niet gemonteerd is en vooraan kun je, als je geen foto neemt, er een dop opnemen. Een lenskap, dus een zonnehoed, een zonnekap, die hierop draait, zal ook altijd sowieso wat bescherming bieden. Een alternatief, wat ik bij de meeste van mijn lenzen doe, zijn die goedkope filters, dat zijn UV-filters, die kun je echt voor twee keer niks kopen. Let wel op, het gaat meer om UV-filters, dus geen polarisatiefilter of dergelijke meer, of gekleurde filters, of gradients, of ND-filters, dat zijn allemaal speciale filters. Wat je wilt is een UV-filter. Een UV-filter is zo goed als neutraal voor je foto. En van belang is, ja, je kan die daarvan voor opschroeven. Nu, van belang, kijk altijd in je lens wat de schroefdraad is. Dus hier in dit geval is het 49 mm schroefdraad, dus dat is de diameter. Dan heb je een UV-filter van 49 mm. Dat zijn echt filters op eBay gekocht voor een euro, 2 euro. Je kan die daarop schroeven. En als je dan aan het fotograferen bent en er komt iets tegen je lens aan, dan is de filter beschadigd en niet het lenselement zelf. En dat filtertje, zoals ik zei, is een paar euro en dat kun je gemakkelijk vervangen. Nu op zich, die filter heeft heel weinig effect op je beeld. Het filtert enkel UV-licht, wat sowieso al voor het menselijk oog eigenlijk niet zichtbaar is. Maar er zijn wel een aantal situaties waarbij je moet opletten met die filters. Want die, ja, uiteraard, je moet zien dat die filter even mooi is. Je moet die altijd oppoetsen, dat er zeker geen stof of vuiligheid op is. Maar in heel specifieke situaties, bijvoorbeeld situaties waarbij je tegen een felle lichtbron in fotografeert, zoals zo'n zonderhang of een lamp, een straatlamp of zo. Als er felle lichten in je lens schijnen, dan kan die UV-filter ervoor zorgen dat je extra hologrammen ziet, dat je extra storingen krijgt in beeld. Dus enkel in het geval dat je met tegenlicht werkt, misschien even de UV-filter demonteren, maar buiten dat kun je met een gerust hart altijd je lens beschermen met een UV-filter. Oké, bedankt. En geloof mij, als je iets voor hebt met je lens en het is enkel de UV-filter die stuk is, dan ga je blij zijn dat je deze tip gevolgd hebt. Dankjewel.